Broeders en zusters, beminde kijkers, hoogheer publiek, u ziet hier Hans Berends. En over Hans Berends is een boek verschenen, recent, van Ellen Magnus en Mark Broeren. En wat is de titel van het boek? De titel is Levenslang Activist. Ja, het is een biografie van jou, ja. Maar tegelijkertijd ook een beschrijving van alle actiegroepen waar jij in gezeten hebt. Hè? Ja. Ja, het is een beschrijving van de hele actieperiode, zeg maar de jaren 60, 70, begin 80. En het gaat zelfs nog terug naar mijn vader, die dus in de jaren 20 ook, zeg maar, nou niet zozeer politiek, maar cultureel actief was. Emancipatie van de toen achtergestelde katholieken. Later is dat allemaal wel goed gekomen, maar in die tijd waren katholieken zo'n beetje zo'n tweede rangs burgers in de jaren 20. Ja, dus de zendingsdrang die je hele leven hebt gehad, die komt eigenlijk van je vader af. Ja, eigenlijk. Nou ja. Nou, laat ik zeggen dat dat er wel in zat, ja. Dat wij dus thuis leerden. Je bent er niet om geld te verdienen. Je bent er ook niet om een hoge status te bereiken. Je moet kijken, wat kan je nou eigenlijk doen voor de gemeenschap? De gemeenschap, dat stond voor hem centraal. En hij noemde zichzelf ook anticapitalistisch. Maar dan niet zoals wij in die actietijd een beetje vanuit dus de klassentheorieën. Maar het kapitalisme, is gemeenschapsondermijnend. Ja, jouw vader was een brave katholiek, daar ben jij ook nog in opgegroeid. Ja. En in carrière ben jij begonnen in de stadskweektuin Frankendaal in Amsterdam. Ja. Amsterdam-Oost. Dat heb je een aantal jaren volgehouden, maar wat was het omslagpunt? Ik dacht, nu moet ik wat gaan doen. Nou, ja, dat was eigenlijk twee dingen. Dat was Vietnam en het was de actie Eten voor India. Vietnam, nou, dat was in het begin de algemene mening die ik nou niet bewust, maar onbewust misschien ook wel deelde van, nou ja, de Amerikanen hebben ons bevrijd van het narcisme en nu zijn ze bezig de arme bewoners van Vietnam te bevrijden van het totalitaire communisme. Maar ja, op een gegeven moment zag je dus die bombardementen en zag je dat hele dorpen met napalm weggevaagd werden en dat het helemaal niks meer te maken had met een oorlog en militaire doeleinden, maar gewoon het uitroeien. Ja, zo ervaarde ik dat en dan zag je die kinderen en vrouwen en mannen hollen met vlammen, et cetera. Nou, toen kwamen er demonstraties. Nou, eerst stond ik daar wat weifelend tegenover, aan de kant. Eigenlijk meer verbaasd dat er mensen waren die dan zo openlijk zich tegen de regering keerden. En toen riepen ze van, en dat ken jij ook wel, van blijf dan niet zo lullig staan, kom erbij en sluit je aan. Blijf dan niet zo lullig staan, kom erbij en sluit je aan. Nou ja, de eerste keer moest ik daar wel een beetje om lachen. Maar de tweede keer dacht ik, ja, ik sluit me aan, ja. En toen riep ik dus ook, weg met die en weg met die. En het voelde voor mij als een soort bevrijding. Want ik had eigenlijk onderhuids altijd wel een beetje kritiek op de kerk en op de staat, die dus allerlei dingen deden, zeker de kerk, die eigenlijk het tegenovergestelde was van hun liefdevolle boodschap. Nee, ja, hoe kan dat nou dat ze dat goedkeuren, die bombardementen en zo, weet je wel? Ja, vanuit dat Vietnam en derde wereld gebeuren, ben je ook weer zelf in het zogenaamde toen de tijd derde wereld gebeuren gerold, hè? Ja, dat heette derde wereld, ja, le tiers monde. Dat kwam eigenlijk van een Franse sociograaf of zoiets, die dus toen dus de decolonisatie aan de gang was, dat al dus die voormalige koloniale landen onafhankelijk werden, toen voorspelde hij zegt, die landen die zullen zich niet, ontwikkelen zoals dus de bestaande standen, maar ze zullen zich apart ontwikkelen, vergeleken bij de derde stand na de Franse Revolutie. Dus ze zullen hun eigen weg gaan volgen. En vandaar Thiers Monde komt dus van die socio. En dat is in 1952 of zo kwam die naam. Dus die is overgenomen, Thiers Monde, derde wereld. En dat was eigenlijk heel Afrika, Azië, Latijns-Amerika. Behalve dan Japan. Dat hoorde altijd bij de rijke landen. En natuurlijk het witte Zuid-Afrika hoorde ook bij de rijke landen. Maar de rest was allemaal derde wereld. En je had hier in Amsterdam, in heel Nederland toen ook derde wereldwinkel. Daar was je op een gegeven moment de coördinator van. Ja. Wat ik begreep heb, is dat daar is altijd een tweestrijd geweest tussen de mensen die actie wilden voeren met die winkels en de mensen die gewoon wilden verkopen en winst maken. Of zie je dat verkeerd? Ja, nou, het was niet zozeer een tegenstelling
tussen degene die winst wilde maken en degene die dus actie wilde voeren. Er waren twee soorten acties. De tegenstelling, of ik zou het eerder noemen, het spanningsveld, zat dus tussen de mensen die dus wilden werken aan bewustwording van de personen. Dus die dachten nou, als mensen nou die in de wereldwinkel als vrijwilliger werkten, langzamerhand doorkrijgen hoe de hele situatie in elkaar zit, en dat ze zelf ook misschien wel onderdrukt worden door dus de professor of de leraar of door hun man of hun vrouw of wat dan ook, dan zullen ze op een gegeven moment een volledig bewust mens worden die dan automatisch als het ware opkomt voor de armoede in de derde wereld. Daartegenover stonden mensen, daar hoorde ik dan bij, die zeiden ja, het is allemaal wel waar en ik zou er ook niet tegen zijn. Maar dat duurt wel 20, 25 jaar voordat die mensen allemaal zo bewust zijn. Dus ik zag meer van, er is een bevrijdingsbeweging in de Latijns-Amerika of in Afrika, apartheid, et cetera. En wat die mensen willen, dat is dat wij actie voeren naar onze regering, naar de Europese Unie. Dat ze dus maatregelen nemen die dus ten bate komen aan die bevrijdingsbeweging daar. Dus, en die bewustworders, die zagen dat als actie van bovenaf. Die zeiden, nee, het moet van onderop komen. En ja, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk of het nou van onderop kwam of van bovenaf. Als er maar razendsnel maatregelen genomen werden. Ja, die derde wereldbeweging is op een gegeven moment toch een beetje doodgebloed. Je ziet die comité's niet verder in de straatbeeld als via het Medisch Comité in Nederland, Vietnam bijvoorbeeld. Het, ja, dat bestaat nog steeds, ja. Ja, maar je ziet het niet, vroeger zaten ze het. Ja, met een betere schans, ja. Dus zitten ze daar niet meer? Nee. Oh, dan weet maar ik goed, niet. Later ben je bij de radio gegaan met die wereldproblematiek, Radio Mundo. Ja. Nou ja, ik wil eventjes teruggaan naar de tweede aanleiding voor mij om dus zeg met die derde wereld met armoede bezig te houden. Dat was dus de actie van de NOVIP Eten voor India. Dat was in 66, meen ik, of in ieder geval rond die tijd. Afijn, zwart-wit televisie was er toen nog. Heel hoop honger in India. Iedereen gaf geld, ik gaf ook geld. Maar ik was vooral verbaasd, omdat ik had als kind van 11, 12 jaar de hongerwinter nog meegemaakt. En het bijzondere daarvan was dat dus 5 mei, toen wij bevrijd werden, dat de volgende dag was reten. Dus voor mijn gevoel was honger iets wat te maken had dat je bezet was door een vreemd leger en dat er oorlog was. Honger is een wapen. En dat was in India helemaal niet. Er was geen oorlog, er was geen bezetting. Dus waarom is er eigenlijk honger? Sterker nog, 100 kilometer verder was er eten genoeg. Dus toen ben ik me dus erin gaan duiken van wat is de oorzaak daarvan. En toen kwam ik bij het boekje Suiker van Piet Rekman, die aangaf, rietsuiker is hier in de winkel 40-50% duurder als bietsuiker, terwijl het op de wereldmarkt 40-50% goedkoper is. Waarom? Om onze Nederlandse boeren te beschermen. En het was niet alleen suiker, het ging dus ook over koffie, over cacao, over sisal, over industrieproducten uit de derde wereld. Alles wat enigszins concurrerend zou zijn voor onze industrie of onze landbouw, werd door tariefmuren geweerd. En is dat nog steeds zo? Dat is in mindere mate nog steeds zo. Grotere landen zoals India, China, die hebben dat dus door heel hard te onderhandelen wat naar beneden gedaan. Maar de intentie van de Verenigde Staten en Europa is nog steeds van onze industrie en onze landbouw staat voorop. En ja, wat ze daar kweken, dat doen ze maar wat aan. Want laat ik zeggen, die suikerboeren bijvoorbeeld hè, in die tijd. Het boekje Suiker van Piet Rekman is dus 60.000 zijn er dus verkocht. Maar de suikerindustrie die maakte een anti-boekje wat in termen van 120.000 gratis verspreid werd. En wat was hun verhaal? Heel eenvoudig. Ze zeiden, er is niet te veel aan suiker. Er is wat er gebeurt, dat is onderconsumptie. Die mensen in die derde wereld moeten hun eigen suiker gewoon opeten. Dan is er geen probleem meer. Nou, nu is natuurlijk de mode dat suiker helemaal niet zo goed is voor de mensen. Maar dat speelde bij ons eigenlijk helemaal geen rol. Nee. Want op dit ogenblik is er een heleboel dingen niet goed. Vet eten is niet goed, suiker is niet goed. Dat speelde voor ons eigenlijk geen rol. Nou, jij gaat nu zo'n jaartje of 90 mee in de wereld. Je hebt al die perspectieven van actie voor Nederland ook zien verschuiven natuurlijk. Hè? Ja, nou laat ik zeggen, eigenlijk de hoogtepunt. Want kijk, die wereldwinkels die ontstonden dus
als protest tegen die invoermaatregelen. En daarom verkochten wij rietsuiker, we verkochten koffie en ook allerlei snuisterijen. Maar ons doel was niet zozeer zoveel mogelijk verkopen, maar de mensen vertellen wat de werkelijke oorzaken waren van onderontwikkeling. Dat dat niet te maken had met te veel water of te weinig water, of dat die mensen te stom zijn om te werken of wat dan ook, en dat ze op westerse know-how zaten te wachten. Nee, er was gewoon een stomme wet die zei, jullie, wat jullie produceren, nou, laten we zitten. Maar tegelijkertijd was er in die tijd ontzaggelijk veel landencomité's op het gebied van Vietnam. Latijns-Amerika had bijna alle landen hadden een landencomité. Die voerde actie en die gebruikte de wereldwinkels, die dus in die, zeg maar, vanaf 69 tot 73 van 10 uitgroeide tot 150, 200, 250. Die gebruikten die wereldwinkels als een soort verspreidingskanaal, als een netwerk. En daar was ik hartstikke voor. De opbouwwerkers, die vonden het eigenlijk, ja, ze waren er niet tegen, maar ze vonden het toch iets wat van bovenaf gedropt werd. Ik had er geen bezwaar tegen dat droppen. Ik wilde dat dus er een acties kwamen die zo snel mogelijk, nou ja, die bevrijdingsbeweging in Latijns-Amerika hielpen. En de bevrijdingsbeweging in Zuidelijk Afrika, in Angola en Mozambique, etc. hielpen door dus onze buitenlandse politiek en onze handelspolitiek en commerciële politiek zodanig te veranderen dat het in het voordeel was van de progressieve krachten. Ja, even helemaal terug naar het begin. Er is een boek verschenen over jouw leven, geschreven door Ellen Mangus en Mark Broeren. Wat vind je ervan om zo'n boek te zien over jouw leven, jouw actietijd en alle comité's en bewegingen waar jij meegewerkt hebt? Twee jaar terug, toen kwamen ze met dat idee. Ik ken ze eigenlijk al heel lang, Mark Broeren. Ja, hoofddirecteur en van vice versa. En ik ken ze al heel lang. Maar 2-3 jaar terug kwamen ze met het idee. Nou, in het begin vond ik het een beetje, wel aardig. Maar ja, wie ben ik dan nou helemaal? Hè? Er zijn duizenden van die mensen die dus actie voerden. Nou, langzamerhand hebben ze mij toch duidelijk gemaakt dat zo'n boekje, waar dus ook teruggaat tot de jaren 20 van mijn vader. En ja, dat dus mijn persoon eigenlijk meer de kapstok is waarin dus die hele periode van, zeg maar, begin jaren 60 tot en met jaren 90 geschetst wordt. Waardoor dus misschien op dit ogenblik jongere mensen denken, hé, verrek, ja, op zo'n manier kan je ook leven, acties voeren, is eigenlijk een vrij normaal iets binnen een democratische maatschappij. En dat moet ook gehandhaafd worden. Voel je je trots dat het boek er is? Ik voel me en trots en ook een beetje verlegen. Dat ik denk, ja, is dat nou niet een beetje te veel eer en zo? Heel Hollands eigenlijk. Heel Hollands. Dan voel je ook nog een beetje katholiek schuldig dan. Ja, misschien is dat ijdelheid en ijdelheden. Ja, ijdelheid en ijdelheden, ja. Nou ja, dat katholieke, kijk, die officiële katholieke kerk, daar heb ik niet zoveel mee. Ik ga nog wel naar, zo nu en dan, naar Huub Oosterhuis. Dus de progressieve variant. En die preken van Huub Oosterhuis en anderen, die zijn ook allemaal gericht op, je moet strijden voor die christelijke beginselen van naastenliefde, iedereen hoort erbij, je moet dus mensen elke keer opnieuw een kans geven. En dat soort strijd voor een waarheden. Wereld, blijf jij tot je 100ste gaan doorzetten? Tot mijn 100ste actief? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik heb dus mijn kleinkinderen, die eisten van mij dat ik 100 werd. En dat heb ik dus beloofd. En ik zeg altijd, belofte maakt schuld. Dus ja, ik moet wel, ja. Maar ik zie dus, ja, op dit ogenblik, wat ik dus nu nog doe. Nou, ik heb me aangesloten bij grootouders voor het klimaat. Dus ik ga daar waarschijnlijk ook wel weer 11 maart demonstreren. En ik heb meer met hun gedemonstreerd. En ik schrijf dus nu columns voor Ravage. Hè? Dat is het blad wat voortkomt uit de kraakbeweging. Nieuw Wij, hè? Wat een soort platform is van ecumenisch denken. Joop NL schrijf ik voor. En laat ik zeggen, nog steeds voor de wereldwinkels. Er zijn ook twee koepels. En voor die beide koepels schrijf ik dus, ik voor de wereldwinkels, om de 14 dagen een column. En voor het Wijkblad, niet notabene. Dus ik heb al 5 adressen waar ik dus regelmatig columns over schrijf. En dat zijn meestal columns die gaan over allerlei acties die aan de gang zijn. Waar ik dan helemaal achter sta en wat ik dan
ja, betoog waarom je erachter zou moeten staan, et cetera. Beste kijkers, u ziet hier een krasse 91-jarige Hans Berends. Ik ken hem al jaren ook vanuit de radio van Salto. Hij blijft doorgaan tot hij 100 is, dat moet hij voor zijn kleinkinderen. Ja. En het is, beste kijkers, maar dat u dit weet.